Welkom. Welkom op deze prachtige avond. Welkom allemaal. Welkom. Waarom doen ze dat aan je? Waarom praten ze zo raar? Wat een oude troep! We gaan vandaag een levende geschiedenis krijgen over jullie overgrootouders en jullie grootouders uit de Jordaan. Huh? Uit de wat, hè? Over onze overgrootouders uit een orkaan! Nee, Jordaan! Jordaan is een wijk in Amsterdam en dat praat zo apart. Ja, en ze roddelen niet normaal. Mijn moeder vertelt iedere zondag nog oude verhalen. En als mijn oma en mijn moeder hoort, zegt mijn opa. Ik draai anders ga je naar de haai en dan moet ze lachen. Maar wat betekent dat? Nou, Sissies, laat maar even zien wat dat betekent. Hier heb ik twee hoedjes. Daar gaan ze dan. Ik word weer nog niet ouder. En we zijn zo dik als tante Shana komt. Wat doe je zelf al handen, Effie? En je weet wat je moet doen als je niet meer zo blij bent. Draaien, anders ga je naar de haaien. Heeft nu iemand enig idee wat het betekent? Ikke! Dat je met een draaidoek naar de bodem wordt gezogen. Naar iemand anders. Draaien, haaien, graaien, grasmaaien. Dat je het zo vergeet als je dan. Ik heb wel zin in een dansje. Ik ook. Laten we eens kijken of we echt onze zorgen kunnen vergeten met een dansie. Dit verhaal gaat over drie jongens en de liefde. De eerste jongen is Donner Dries. Oh, dit verhaal ken ik! Hij vecht de hele tijd, mensen groot eerlijk! En Schele Manus. Een schelenhebbel en we hadden verliefd gehad. En Bouto. Wie is nou het eerste welbier? En al deze jongens hadden problemen in de liefde. En ze voelden zich zo ellendig. En het ergste was nog dat de hele familie zich ermee bemoeide. En de mening had over hun geliefde. Bemoeit jullie familie zich ook wel eens met jullie geliefde? Jazeker, als ik nou een vriendje wil, moet ik huiswerk maken. En ik moet eerst mijn kamer opruimen. En als ik ruzie heb met een van mijn vriendinnetjes, zeg mijn vader nu zo stoer. En mijn oma zegt dan op wijze toon, die jongen die past niet bij je, is veel te oud. Zij nog zeggen, stelletje bemoeihalen. Je wordt er echt helemaal gek van. En datzelfde gevoel hadden die jongens dus ook. Ze schreef zich in bij de marine om van al het gezeur af te zijn. En die matrozen noemen we de Jantjes. Maar wat praten de moeders van Donner Dries?
het gele Maris en blauwe Toon mogen geven? Wordt nooit verlicht! Ja, en gelijk hebben ze. Luister maar mee. Zodra ik 16 jaar werd, had moeder mij gezegd: mijn kind, vertrouw dan maar op niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, mijn leven tijd verdrijf. Ze hebben allemaal hetzelfde smoesie aan hun lijf. En wil ik het bekijken, mijn moeder had gelijk. Mijn moeder zei: de man houdt eerst de muisie om de brood. Je krijgt een advocaatje en een stukje chocolaat. Je zegt ook alles ja. Broeder zei mij het gooien, want dat wandel ik echt niet wat. Als het maar enkel wandelen blijft, nee maar dat zit te groot. En weer ik heb mijn kijk, mijn moeder als gelijk en hart verliefd. Ja, en dat gezeik over die Jantjes, of die matrozen en zo. Nee, van 2011, bijna 2012. De kinderen van tegenwoordig hebben toch zo'n korte spanningsboog. Huh? Maar juffrouw, ik vond alles heel interessant. Ja. Ik hang aan uw lippen. Ja. Ik vind dat ze Thomas prachtige lippen heeft. Jullie allemaal trouwens. Al die vader over de liefde moet denken aan mijn grote liefde. Vertel! Ze is gisteren op pad gevallen, maar nu doet ze helemaal niks meer. Mijn Nintendo 3DS XL. Ach, arme stakker. En de verzekering dan? Die vond ik binnen de dekking. Ik heb tranen met tuiten gejankt. Ik voel er zo weer opkomen als ik aan mijn Nintendootje denk. Maar juf, hoe ging dat vroeger bij jullie dan? Als het even tegen zat. Vroeg zeiden ze, je moet niet te veel zeuren, want... Daar krijg je vreselijk in de benen van! Dan gaat er dus nog een liedje over, en daarna? Daarna mogen jullie gewoon weer zelf zijn.